Hallo, we zijn hier in Beirut, nog steeds downtown. En we staan hier bij het standbeeld van Samir Kasser. Dat is een Palestijnse intellectueel die leefde in Beirut. Hij werkte bij een krant die hier in de buurt zijn kantoor had. En hij schreef verschillende boeken, onder andere de klassieke geschiedenis van Beirut. Maar hij heeft ook een boek geschreven, dat is de Considération sur les conditions arabes. De overwegingen bij het Arabier zijn. En Samir Kasser die overweegt daarin van hoe komt het toch dat de Arabieren altijd weer in de problemen zitten? Wat is dat van malaise waarin we zitten? En toen heeft hij een aantal opmerkingen gemaakt. Een ervan is, er zijn Arabieren die terugverwachten dat alles goed komt van de islam. Hij zegt dat is een vals historisch bewustzijn. Er zijn mensen die terugverwachten naar de gouden eeuw van het kalifaat van Damascus en het kalifaat van Bagdad. Ook dat is een vals bewustzijn. Hij verwijst zelf naar wat is nou ons echte verleden. En dan verwijst hij naar de Arabische renaissance van de 19e eeuw. De Egyptische vrije pers die begon te ontstaan. De culturele opbloei, het kritische denken, de wisselwerking met de verlichting in Europa. Hervormingen. Dat ziet hij als de echte Arabische wereld. En dat soort ideeën, zegt hij, kunnen al maar niet doordringen en de moderne samenleving vernieuwen. Omdat er vroeg of laat altijd weer Europese machten naast zij zijn. Dat is niet een boeman Europa, dat is een buurman. Maar ja, die buurman wil wel een Suezkanaal hebben. En af en toe komen de politieke belangen van Europa strijdig met de belangen van de Arabische wereld. Dat kan nou eenmaal. Hij heeft daar geen echt negatief oordeel over. Hij heeft zijn boek ook laten vertalen in Europese talen. Ik bedoel, ik citeer het al in het Frans. Maar het is een, hoe zal ik het zeggen? Het is een heel goed boek en Libanezen zeggen graag dat dit boek het begin was van de Arabische lente. Dat is overdreven, maar het is wel, toont gewoon dat er een enorm intellectueel leven is. En het werd dan ook bekroond met een moordaanslag op de auteur. Hij is niet ver hier vandaan met auto en al opgeblazen door de Syriërs. Hij liet kinderen na. Het is eigenlijk heel triest hoe dat is afgelopen. De Syriërs zijn inmiddels al lang vertrokken. Ik kan u verzekeren dat Beirut op dit moment een redelijk veilige stad is. Maar het is wel interessant dat er ook standbeelden zijn voor intellectuele denkers die ook nog steeds iets te melden hebben aan West-Europeanen zoals u en ik. Kortom, Beirut is een interessante stad. Dank voor uw aandacht.